Er is nog niets uit het gesprek tussen BVL-voorzitter Wilgo Valies en een afvaardiging van de regering. Dit zegt de bondsvoorzitter tegen onze nieuwsdienst. Het gesprek dat vanmorgen 11 uur is aangevangen, heeft bijkans 4 uren geduurd. Valies typeerde deze bespreking als positief. Hij zegt dat in het weekend een vervolggesprek zal worden gehouden. De leden worden maandag geïnformeerd over de uitkomst van de gesprekken. Dit betekent dat de scholen maandag nog gesloten zullen zijn. Afhankelijk van de ontmoeting in het weekend zal er volgens de BVL en als voorzitter bepaald worden of de acties opgeschort of voortgezet zullen worden. Het gesprek is gevoerd tussen bestuursleden van de BVL en als en van de regeringszijde zaten de raadsadviseurs Eddy Josephson, Jules Weidenbos, Errol Alibux en Winston Lakin en de minister van Onderwijs aan. Vanmorgen is er ook vanuit de oppositie ondersteuning verleend aan de actievoerenden. Verschillende leden van de oppositie hebben volgens Valies ook meegelopen in de stoet vanuit het stakingscentrum Uniek naar het kabinet van de president. Voor de aanvang van het gesprek zei Valies al aan zijn leden dat zij zich maandag weer moeten aanmelden in het stakingscentrum Uniek. De bondsvoorzitter haalde aan dat er rekening mee gehouden moet worden dat leerkrachten een lange adem hebben. De inzet is om de herwaardering nu rond te krijgen. Vandaag is dag 9 van de acties van de leerkrachten, aangesloten bij de BVL en als.